Welkom bij Kropnieuws van Crop Solutions. Het periodiek journaal met nieuws, oplossingen en innovaties voor de land- en tuinbouw. We zijn vandaag in Lottum, waar we te gast zijn bij Lakai Boomkwekerijen. Ik spreek hier vandaag met Edwin Korman van Cultus Agroadvies. Zij ontwikkelen en testen hier plantversterkers. Hey Edwin. Goedemorgen. Hoi. Kirsten. Hi. Wat is Cultus en wat doen jullie hier precies? Nou, we hebben hier een onderzoek liggen met plantversterkers, maar dat kan ik het beste even vertellen op de locatie bij de proef. Laten we daar even heen fietsen. Naar de fietsen? Ja. Helemaal mee? Ja. Nou, Cultus Agroadvies is de kennispartner voor de boomkwekerijsector binnen Crop Solutions. Cultus Agroadvies voert onderzoek en advies uit. En hier hebben wij een onderzoek liggen op het gebied van plantversterkers. En daarmee proberen we te kijken wat het effect kan zijn van plantversterkers in de rozenteelt. En met die kennis kan Crop Solutions en haar partners de klant beter van een duurzaam advies voorzien. Zo proberen we te kijken of we op een of andere manier het gebruik van chemische gewasbescherming wat kunnen verminderen. Kijk, mooi. Ja, Edwin, dit is de proef die jullie hebben neergelegd. Ja. Ja, want jullie doen echt onderzoek naar plantversterking. Ja. Waarom zijn die onderzoeken eigenlijk nodig? Te bewijzen welke producten wel en niet werken in welke teelt. Er zijn heel veel verschillende dingen. Je kunt kijken naar een plant sterker maken, weerbaarder maken tegen bepaalde ziektes. Bijvoorbeeld in deze teelt echte meerlauw en valse meerlauw. Maar je kunt ook kijken naar abiotische stress. Dat is bijvoorbeeld droogtestress of juist als het heel nat is. Dat soort dingen om daar de plant weerbaarder tegen te maken. En in dit geval hebben we gekozen voor een proef op basis van ziektebeheersing in de rozenteelt. Wat is nu uiteindelijk het doel van deze onderzoeken? Het doel is dus welke producten kunnen van dienst zijn in onze sectoren en daar een schifting in te maken. Welke niet en welke wel bruikbaar zijn in onze sector. Kijk Kirsten, hier hebben we een mooi voorbeeld van valse meerlauw. Die paarse vlekjes op het blad. Dat is goed te zien. Ja. Productmanager bij Crop Solutions voor de boomkwekerij is Dierand van Wijk. Dierand, welke producten heeft Crop Solutions op de markt gebracht op het gebied van plantversterking en wat zijn de resultaten daarvan? We hebben een eigen merk op de markt gebracht onder de naam Crop Active. Dat zijn de beste bodemverbeteraars en plantversterkers die wij de afgelopen jaren getest hebben. Alle producten die ons aangeboden worden zullen getest worden op diverse locaties en bij diverse gewassen. En de beste producten daarvan, die zetten we onder het Crop Active label. Een voorbeeld daarvan zijn de aminozuren. Aminozuren zijn de bouwstenen van de eiwitten en die zorgen voor de groei van de plant. En als een plant in de stress is, dan zullen ze minder aminozuren aanmaken. Uiteindelijk is het dus van belang dat de juiste aminozuren op de juiste plek op de plant toegediend worden. Dat hebben we gedaan met de aminomix. De aminomix blijkt uit jarenlange proeven het beste resultaat te geven voor het product. Dat kan bijvoorbeeld in de start van het gewas zijn of dat kan bij de bloei van het gewas zijn waar extra aminozuren nodig zijn. Ander voorbeeld zijn de kaliumfosfiet. Kaliumfosfiet wordt meer gericht op andere schimmels en dat zijn de Phytophthora en de valse meerlauw. Ook daarin hebben we proeven gedaan en ook die zit onder het Crop Active label van Crop Solutions. Dus dat zijn enkele voorbeelden waarin we laten zien dat we testen doen en uiteindelijk die testen bepalen welke producten onder het label komen te vallen. Duidelijk verhaal. Dankjewel. Graag gedaan. Tot ziens. Bij Crop Solutions zijn we natuurlijk ook wat heel benieuwd naar de ervaringen van telers en kwekers in de praktijk. Hans van der Laak, eigenaar van Lakai Boomkwekerijen, weet alles over het gebruik van plantversterkers. Hans, hi. Goeiedag. Ik ben heel benieuwd naar jouw ervaring met het gebruik van plantversterkers. We gebruiken plantversterkers al jaren. Vooral om de plant weerbaarder en een stukje harder te maken, zodat hij minder vatbaar is voor ziektes. Als het heel extreem warm is of heel extreem koud, of er is een klein beetje hagelschade of extreme omstandigheden, dan kan de plant altijd wel wat extra hulp gebruiken. En dat geeft die plantversterkers? Ja, we gebruiken wat aminozuurmiddelen die de plant echt sterker maken. Of we gebruiken middelen op basis dat de cellen eigenlijk een beetje harder worden. Zodat de ziektes er minder makkelijk kunnen inkomen. Hans, doe je nou nog meer ter preventie van ziektes?
Het voorkomen van ziekte is eigenlijk het belangrijkste. Daar is eigenlijk een hele goede sortimentskeuze. Doen we ook de planten bevloeien. Dus met water geven doen we niet het water bovenover geven over de planten, maar doen we zorgen dat de planten van onder het water opzuigen. En daardoor is het blad minder nat en is het minder gevoelig voor ziektes. Ook vandaag is weer duidelijk geworden dat duurzame gewasbescherming een grote rol speelt bij Crop Solutions. Wilt u weten wat Crop Solutions voor u kan betekenen? Neem dan contact op met uw teeltadviseur van Crop Solutions of bezoek de website voor meer informatie. www.cropsolutions.eu. Tot ziens!